Goed nieuws voor handbalvereniging Quintus uit Kwintsheul. Want de Eekhouthal, de sporthal waar Quintus gebruik van maakt, wordt flink verduurzaamd. We gaan daar een flinke investering in doen. We gaan de nieuwe vloer gaan we erin krijgen met de verwarming erin. We gaan het hele sporthal gaan we isoleren. Er komt een krachttoon komt erbij. Dus we gaan weer flink investeren, want wij willen door blijven ontwikkelen. En wij willen de groenste accommodatie uit deze regio blijven. Een belangrijk thema voor Quintus, mede met het oog op energielasten. De energienota die reist bij heel veel verenigingen de pan uit. En wij willen die beheersbaar blijven houden door zoveel mogelijk te investeren in isolatie, in slimme oplossingen voor de energie. En op die manier gaan we dat doen. Toekomstgerichte ontwikkelingen voor Quintus dus. Maar daar moet toch een prijskaartje aan hangen. Het kost geld. Gelukkig is de overheid ons van dienst. In de zin van dat hij ook ziet dat verduurzaming, dat ze daar subsidies voor beschikbaar stellen. Daarnaast moeten we nog een obligatielening bij onze leden op gaan halen. Of andere geïnteresseerden die zeker het vertrouwen heeft in onze vereniging. Want dat zijn we natuurlijk, wij doen dit al jarenlang. En op deze manier kunnen we via die obligatielening gelden binnenkrijgen. Daarnaast gaan er andere evenementen georganiseerd worden. Zoals het culi-diner, een spinningmarathon en een feestavond. Om te zorgen dat we het gefinancierd gaan krijgen. De toekomst ziet er rooskleurig uit. Net als het heden overigens. Want de derby tussen Quintus en Velo werd afgelopen zaterdag beslist in het voordeel van de vrouwen uit Quintsheul.